Him voor de Weekend is weer begonnen. En er zit weer een hele week op. Een week vol gebeurtenissen, als het aan mij ligt deze keer. Ben je heel benieuwd? Zou ik beginnen dan? Ja, begin maar. Begin maar. Nou, staat popelen. Sowieso ben ik begonnen met mijn nieuwe werk als coronatestplanner via de telefoon. Maar dat is niet mijn Little Him. Want mijn Little Him die gaat naar een tonnekes rijdende winkel in Tilburg. Oké. Sorry, ik moet een beetje lachen. Hoezo? Dan weet ik waar die flamingo vandaan heb van je Little Him. Ja. Maar dat is dus, daar ben ik deze week 2 dagen mee op pad geweest. Ik moet voor school een portret maken van iemand die heel bijzonder is. En toen dacht ik, nou, dan ga ik, dat is een SRV mevrouw. Jij kijkt me heel erg. Oh, ik wou zeggen, ik heb niks gehoord. Ik dacht al dat er zoiets zou komen. Maar dat is dus een hele bijzondere mevrouw. Hij heeft heel veel meegemaakt. Ze heeft zeg maar, dat is een SRV-wagen is zo'n rijdende supermarkt. Die echt nog heel ouderwets langs de deuren gaat. En dan trekt ze aan die toeter zo. En dan komen mensen eruit. Ik ben bijna 30, dat weet ik al hoor. Nou, maar misschien weten mensen dat niet. Nee, oké. Maar zij heeft heel veel meegemaakt. Ze moet van de overheid nog heel veel schulden terugbetalen en zo. En ze moest een soort van baan vinden natuurlijk om dat te doen. En toen dacht zij van, nou, in Tilburg rijdt er helemaal niet zo'n wagen. Dus waarom ga ik het dan niet doen? En toen ben ik een beetje met haar meegereden. En ik ken echt niemand die zo'n schat van een mens is als zij. Die vrouw die is zo intens lief. Ze heeft zelf helemaal geen geld. En wat zij doet als ze in een wijk komt waarvan ze weet dat er arme mensen wonen. Dan geeft zij korting op de producten in die wagen. Oh. Dus in plaats van een brood van 1,50 betaal je dan 50 cent. Terwijl ze zelf ook helemaal niks te maken heeft. Nee. Kinderen die komen daarin krijgen ze allemaal snoepjes en zo. Dat is echt een echte schat van een vrouw. En nou ja, goed. Het gaat bij allemaal mensen die eenzaam zijn in die wijken toch een kopje koffie drinken. Dus mijn Little Him, eigenlijk een hele grote, gaat naar Tonnekes rijdende winkel in Tilburg. Oh, wauw. Ja. Dames en heren, deze week voor het eerst de Big Him. Ook al eens gezegd. Nee, maar mooi. Ja, ik vond het echt... Mooi verhaal. Echt zo, ja. Ja, ik vond het echt... ik vond het een hele bijzondere ervaring. Ja. Volgens mij ook voor het eerst sinds de geschiedenis van Him for the Weekend dat je een Little Him uitdeelt voor wat het voor bedoeld is. Ja, maar dat het ook echt een gevoel overbrengt, weet je wel. Ik heb zoveel liefde voor die vrouw in één keer. Ja, maar ga door. Jullie zijn aan de beurt. Nou, doe jij maar. Ja, mag ik? Ja, ik weet niet. Ja, ik had een beetje een twijfel, maar ik ga hem toch vertellen. Het was ook vandaag. Ik zat dus in de auto. En even kijken. Op een gegeven moment, ik zat in de auto. En toen reed er een auto voor mij. Zelfde auto. Ook een Peugeot 206. En ik wilde die auto dus inhalen. Dus ik haalde die auto in. En prima, best hard haal ik ze in. En toen zaten er 2 van die meiden in. En toen reed ik dus gewoon weer. En toen zag ik dat die meiden, die gingen mij ook weer inhalen. En toen keek ik dus naar rechts, naar die meiden. En toen staken ze allebei hun middelvinger op. Nee joh! Nou, op zich, ik snap zoiets wel. Dat is ook een beetje grappig of zo. Ik snap wel, volgens mij zijn die allebei 18. En er waren een beetje van die boevenmeiden. En toen dacht ik, ja, ik snap het wel. Ja. Op zich grappig. Maar dames en heren, boevenmeiden. Ja. Oké, ga door. Maar ik laat niet middelvinger naar me opsteken. Absoluut niet. Dus ik natuurlijk, gast erbij. Dus ik weer langs die meiden en ik dacht, ik zal ze even middelvinger opsteken. Oh, dus ik zo er langs opgereden en ook een middelvinger oversteken. En toen moesten we dus alle 3 heel hard lachen. En toen dacht ik, wat grappig. Dat er dan 2 van die meiden zijn die denken, ik zal ze even middelvinger opsteken. En dat het uiteindelijk gewoon een hele grappige situatie wordt. Nou, okay, dus dat was een soort van drekrace. Waar was het ergens? Ja, ik weet niet. Even kijken waar. Het was bij Arnhem. In tuurlijk. Ja, natuurlijk. Daar was het. Daar heb je gewoon van die criminelen, ja. Nou, even een tip voor de volgende keer. Gewoon even ruk aan stuur naar rechts. Ik ben er ook vanaf. Bumpertje eraf rijden. Nee, het was grappig. Je had erbij moeten zijn. Dit was leuk. Rick, vertel. Ja, oh, dan ben ik aan de beurt. Ja, ik heb niet echt iets heel bijzonders meegemaakt. In ieder geval, ik ga jullie niet overtreffen. Maar ik moest wel een Little Him hebben. Dus ik ben even gaan nadenken van, goh, wat heb ik deze week meegemaakt? Misschien iets kleins. En toen ben ik uiteindelijk toch maar erop uitgekomen om mijn Little Him te uit te delen aan Sigrid Kaag. Oh, ja. Ja. Natuurlijk vanwege ook de grote winst die D66 heeft gemaakt op, tijdens de verkiezingen afgelopen week. Maar ook omdat ze mij persoonlijk heeft gedaan. Ja, ik zag het! Sympathieke vrouw hoor. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik had ze inderdaad op mijn Instagram story de dag van tevoren gezet dat ik dit jaar op haar zou gaan stemmen. En ik had daar erin getagd. Ik bedoel, ja, waarom niet? Nee, ja, tuurlijk. Is toch ook leuk? En op een gegeven moment, ik lag 's nachts op bed. En ik werd even wakker en ik kijk op mijn telefoon. Gewoon even checken, weet je wel. Ik ben toch wakker. Dat doe je. Stond in één keer, new message from Sigrid Kaag. Ik dacht, wat is dit? Oh my god. En dan ze dank uit de tekening neergezet. Ah, nee, nou, maar leuke vrouw hoor. Ja, zeker. Leuke vrouw. Ja, echt. Waar heb jij op gestemd?
Op Mark Rutte, want ik ben super tevreden over hoe hij het doet. Ik vind het een topper. Maar ik vind de combinatie Sigrid en Mark, ik was er heel blij mee. Denk jij dat Dominique elke week beschikbaar is? Nee, maar kom op, Mark die doet het toch goed? Ik bedoel, wie doet dit nou na wat hij doet? Nou, Wilde bijvoorbeeld. Okay. Nee, ik vind Mark gewoon de topper. Ik ben gewoon fan van Mark. En dat is het. Fan van Mark. Okay. Ja. Het is een hele bijzondere man, moeten we zeggen, toch, die Mark Rutte. Ja, bijzonder kut. We hebben van hem genoten het afgelopen jaar in ieder geval. En hij zit er nog gewoon 4 jaar op die plek daar. Nou, hou dat eens even afwachten nog, hè? Ja, dat klopt zeker, zeker. Dank voor jullie Little Hims. Ik heb weer genoten. Ik ben weer helemaal gelukkig. Mag ik dat zeggen? Yes. Goed zo. Dan gaan we nu naar het paradijs. Met Medusa. En Dermot Kennedy. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.